I just heard Johan is 59 years old. I'm 51 years old, so he has a little, a few years ahead of me. He was the first guy when I was about 15 years old, you know, thinking about this, what you're gonna hear. You know, this became sort of my world, even to a professional level. And he was the first white guy I saw on Dutch television playing with a famous orchestra, playing this. Their congas and things like this, which sounds maybe funny now, but in those days this was all related to exotic situations. Black people play congas and bongos, and in our minds, you know, you come from another part of the world, but in our minds it was mainly people from Suriname, because, you know, we have the Suriname people and people from Indonesia, Moluccan Islands. Those, you know, those were the guys that we saw playing this, and he was the first white guy, which was like, oh, it's not like, you know, I can do this, but so there's another white guy somewhere, you know, and he's on television, so he was way ahead of me, because, you know, I was only watching television. Jongetje naar Amsterdam gegaan, omdat ik in de Paradiso wilde optreden. Dat was gewoon de droom, hè. Zoals je als een voetballer, ik zou me kunnen voorstellen dat je in PSV stadion wil spelen. Dat kan ik me natuurlijk helemaal niet voorstellen, maar dan wil je natuurlijk in de Arena spelen of in de Kuip spelen of weet je wat je wil. Nou, ik wilde in de Paradiso spelen en ik ben gewoon mijn ouders en alle andere mensen die bezorgd waren in angst achterlaten, ben ik naar Amsterdam gegaan en daar ben ik met bandjes en met mensen gaan spelen. En van daaruit heeft zich, ik heb ook echt in bandjes gezeten, dus dat je met elkaar probeert er iets van te maken. Hè. Denk aan Bluff, denk aan de Golden Earring, denk aan Doe Maar, denk aan Ooit BZN. Denk aan mensen die echt jaar in jaar uit met elkaar een team zijn. En dat heb ik allemaal wel geprobeerd. En ik ben ook in leuke bands terechtgekomen, waar ik leuke dingen mee ik ben nooit aan één band blijven hangen. Dus ik ben uiteindelijk een freelance muzikant geworden, die door heel veel mensen in Nederland, producers, artiesten, de meest verschillende gekke dingen, kan je daar misschien een paar dingen van laten horen, is gaan spelen en gewoon gelukkig gevraagd is geworden om toffe dingen te doen.